Never change a winning team. Deze Engelse uitdrukking, dat meer dan gepast is in het kader van de webinar vandaag, daarmee willen we onze vaccinatiecentra absoluut honoreren als een winnend team. Meer zelfs, we zijn wereldkampioen, vaccineren. In Vlaanderen hebben we de hoogste vaccinatieraad ter wereld bereikt. Een prestatie waar we met z'n allen zeer trots op moeten zijn. En die vooral op rekening van de vaccinatiecentra kan worden geschreven. Op rekening van de zorgraden en de lokale besturen die hier gezamenlijk hun schouders hebben ondergezet. Ik wil u daar ook heel erg bedanken namens alle Vlamingen die hun vaccin hebben gekregen. Maar het werk is nog niet gedaan, jammer genoeg. Hoewel alle indicatoren in de voorbije weken gunstig zijn geëvolueerd, uiteindelijk kunnen terugkeren naar een meer normaal leven, weten we ook dat het virus al eerder voor onaangename verrassing heeft gezorgd. Daarom moeten we waakzaam blijven en onze verdedigingsmechanismes tegen het virus onderhouden. Vaccinatie is het belangrijkste onderdeel van deze aanpak. De meeste experten gaan er intussen van uit dat er dit jaar nog nood zal zijn aan een extra brede vaccinatieronde. Hoe omvangrijk die zal zijn, is vandaag nog niet helemaal duidelijk. Het zal minstens gaan om het hervaccineren van grote groepen, specifieke kwetsbare groepen. Maar het kan ook nog gaan om een nieuwe booster voor de volledige bevolking. Wanneer die vaccinatie precies zal moeten gebeuren, is ook nog niet duidelijk. Een nieuwe booster in het najaar lijkt op dit ogenblik het meest waarschijnlijke scenario. Maar het is ook perfect mogelijk dat we al vroeger een versnelling moeten plaatsen als er een nieuwe variant van het virus zou opduiken die minder afgeremd wordt door de bestaande vaccins. In het licht van deze onzekerheid heeft de Vlaamse regering alvast beslist om de vaccinatiecentra nog een tijdje actief te houden. Zolang we moeten werken met de COVID-vaccins die niet beschikbaar zijn in monodosis, rekening moeten houden met de grote volumes en de nood aan snelle opschaling, zijn de vaccinatiecentra een onmisbare schakel in onze vaccinatiestrategie. Op korte termijn zal dit eerder dus een waakvlammons worden, met beperkte aantallen vaccins die geplaatst moeten worden. Maar we moeten wel in staat zijn om die aantallen snel te kunnen verhogen wanneer dat noodzakelijk zou zijn. Dat betekent dat we opnieuw beroep doen op jullie organisatie en doorzettingsvermogen. Uiteraard wil en zal de Vlaamse regering jullie daarbij verder ondersteunen. Onze administraties waren de voorbije maanden jullie onvermoeibare compagnon de luxe. En we zullen dat ook verder blijven. We zullen ook een nieuw financieringsmodel opzetten en dat zal ingaan op 1 mei, wanneer de huidige financiering stopt. Onze insteek blijft, we rekenen op jullie om onze vaccinaties in goede banen te leiden. In ruil kunnen jullie op ons rekenen om de middelen daartoe te blijven voorzien. Bedankt voor jullie inzet voor de voorbije en voor de komende maand. Goeiedag. Ik hoor het jullie al denken, daar zijn ze weer. Maar het is niet eenmaal zo dat wij lokale besturen nodig hebben en hoe langer hoe meer voor de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. We zitten volop in de Oekraïne-crisis, maar we mogen de coronacrisis ook niet vergeten. En daar hebben jullie schitterend werk geleverd. Jullie hebben op een min van tijd de vaccinatiecentra uit de grond gestampt. En als mensen over iets tevreden waren, dan was het wel over de manier waarop die vaccinatiecentra georganiseerd waren. 98% van de Vlaming was tevreden over de manier waarop ze daar ontvangen en geholpen werden. Wel, we weten niet wat de toekomst brengt en hopelijk blijven we in een situatie zoals vandaag, hoewel de cijfers stijgen. Maar we gaan de volgende maanden toch minstens op waakvlam een infrastructuur moeten in stand houden die ons toelaat wanneer het nodig is echt op te schalen. En ook daar hebben we jullie weer voor nodig. En daarom deze webinar waar we jullie uitleggen hoe we denken dat dat kan gebeuren en wat wij vanuit Vlaanderen daarvoor ter beschikking stellen. Ik wil jullie echt danken voor alle inspanningen die jullie doen. Ik besef als
Kan ik van wal steken? Ja, op mijn beurt een goede middag iedereen. Mijn naam is Dirk de Wolf, ik ben administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. U heeft ongetwijfeld achtereenvolgens de ministers Beke en Somers herkend. Onze excuses dat in het laatste deeltje van minister Somers het geluid is weggevallen. Wij hebben vandaag volgende agenda voor u. We gaan dat zo efficiënt mogelijk proberen aan te pakken. Mag ik de volgende slide dan? Ja. We hebben eigenlijk drie luikjes. Wij nemen het zorgluik voor onze rekening. Ik bedoel dan het agentschap Zorg en Gezondheid. We gaan het hebben over opschaling, afschalingsmechanismen, personeel en IT-ondersteuning en operationele ondersteuning. En de collega's van het agentschap Binnenlands Bestuur gaan dan uitweiden over het infrastructuurluik. Om nadien nog uw vragen en antwoorden in de mate van het mogelijke proberen te beantwoorden. Ja, mag de volgende. Dus eerst het zorgluik en dan opschaling en afschaling. Ja, dus de Vlaamse regering heeft een plan goedgekeurd. Hè. Zoals de minister daarnet zei, loopt de huidige regeling nog tot eind van deze maand april. En zijn er nu regelingen getroffen vanaf 1 mei 2022 tot het einde van het kalenderjaar om vaccinatieactiviteit via de vaccinatiecentra te kunnen blijven continueren en dus ook te kunnen blijven financieren. Die financiering valt uiteen in twee luiken, het zorgluik en het infrastructuurluik. Ja. Het uitgangspunt blijft 1 tot 2 vaccinatiecentra per eerste lijnszone. Het is al aangehaald door onze minister. We moeten in staat blijven om snel bepaalde volumes van onze bevolking te kunnen vaccineren wanneer dat noodzakelijk blijkt. En mijn advies is toch, stellig advies, om deze maand nog niet af te schalen. Want op dit moment bestudeert de Hoge Gezondheidsraad de situatie. Afgelopen woensdag heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om een lentebooster te voorzien, vaccinatie voor de kwetsbare groepen. Maar ook onze andere buurlanden, Nederland heeft beslist om alle 60-plussers een nieuwe booster te geven. Dat is ook het geval in Frankrijk voor de 60-plussers. En ook de Duitse collega's prediken dus een lentebooster voor de 70-plussers. Maar dat kan ook mogelijk nog dalen naar 60-plus. De taskforce vaccinatie gaat zich daarover beraden op 13 april. En dan in de dagen die erop volgen zal de interministeriële conferentie een beslissing nemen of we al dan niet snel opschalen naar fase 1. Dus we gaan daar zo dadelijk even naar kijken wat het dan behelst. Maar zelfs op korte termijn is het dus mogelijk dat we snel moeten schakelen. Dus vandaag zijn we nog wat in de waakfase. En zo dadelijk gaan we die andere fases van dichterbij bekijken. Het centraal uitnodigingssysteem blijft van kracht. Uiteraard kunnen ook burgers toegeleid worden via actoren in de eerste lijn en de populatiemanagers vanuit de centra. Denk maar aan de Oekraïnse ontheemden die een ander vaccin zouden wensen dan wat ze toegediend hebben gekregen of nog helemaal geen vaccin hebben toegediend gekregen. Dus continuïteit van vaccinatie binnen de eerste lijnszone blijft de regel. We zijn ook gebonden aan het contract met Medista, dus de firma die de transporten verzekert van de vaccins volgens de regels van de kunst. Dus het aantal leveradressen is beperkt. En de vaccinatielijnen zullen dus uiteraard ook variëren in functie van de activiteit die moet voorzien worden in de vaccinatiecentra. En we hebben vorig jaar dus wel geleerd dat de nabijheid van vaccinatiemogelijkheid voor de burger, zeker wanneer het oudere en moeilijk mobiele mensen gaat, cruciaal is voor een succesvolle vaccinatie. En u weet, er zijn dus twee financieringskanalen voorzien. Eentje naar de lokale besturen, eentje naar het zorgluik. Dus afstemming is uiteraard nodig, omdat die twee moeten samenkomen op de vloer van de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Ja. De logistieke flow heel kort. Dus u
kent het systeem, de firma Medista die het transport voorziet. Wanneer we in de waakfase zijn, hebben we genoeg met één hubziekenhuis, dat zal dat van UZ Leuven zijn, om de distributie verder te verzekeren. Dus in het vaccinatiecentrum gebeurt dan distributie en opslag. Zorgaanbieders kunnen vaccins afhalen, dat blijft zo in vaccinatiecentra. Bewaring en opslag van de vaccins uiteraard zal moeten voorzien blijven zoals dat ook afgelopen jaar gebeurd is. En zoals gezegd in die waakfase zullen 1 tot 2 vaccinatielijnen volstaan, maar op schaalbaarheid moet dus ten allen tijde mogelijk zijn. Ja. En dan die matrixfase, en dus nu zitten we met lage activiteit. Vaccinatie gebeurt zowel of kan gebeuren via actoren in de eerste lijn, ook binnen vaccinatiecentra met beperking in dagen en in vaccinatielijnen bij zo'n lage volumes. Wie komt er nu nog langs in de vaccinatiecentra? Kunnen mensen die laat tot het inzicht komen dat vaccinatie goed voor hen is? Nieuwkomers uiteraard en ook de nieuwe 5-jarigen blijven nog altijd een uitnodiging krijgen omdat zij instromen in de jongste doelgroep. Dus wanneer eigenlijk half april zou beslist worden, we gaan nu toch ook in Vlaanderen of in België de oudere bevolking vaccineren, dan moeten wij opschalen naar fase 1. En dan zitten wij eigenlijk in een verwachtingspatroon van 400.000 vaccinaties per week. Het aantal lijnen zal moeten opgedreven worden, dus afhankelijk van het volume 3 tot 8 lijnen. Focus rust dan op centrale aanpak. En op die manier kunnen we dan binnen een tijdspanne van 2 maanden een goede 3 miljoen personen vaccineren. Moest echt een massavaccinatie op korte termijn terug nodig worden, ja, dan ziet u daar beschreven wat er moet gebeuren onder fase 2. Dat zien we meteen niet aankomen. Dus als we opschalen zal het eerder richting fase 1 zijn, op de korte termijn althans. En zoals gezegd door de minister, ja, in september, oktober verwachten wij dus zeker aan de kwetsbaren een herfstbooster te geven. Maar mogelijk ze ook een aanbod te doen naar de rest van de volwassen bevolking. Dat moet nog uitgeklaard worden. Oké. Ja, om u een idee te geven over de volumes. Er zijn 85.000 Vlamingen woonachtig in woonzorgcentra. U ziet hier het aantal 85-plussers in de thuissituatie. 75-84-jarigen 433.000 en de 65-74-jarigen 690.000. Dus dit is de groep die eigenlijk voor een lentebooster in aanmerking zou kunnen komen, maar zoals gezegd de beslissing daaromtrent is nog niet gevallen. Sommige landen trekken nu ook hun zorgverstrekkers naar voren. Ja, bij ons gaat dat dan over 315.000 zorgverstrekkers. Andere landen doen dat niet, dus ook daar is het wachten op het advies van de Hoge Gezondheidsraad en het advies van de Taskforce Vaccinatie. Ja. Dus 3 fases uit te werken binnen de eerste lijnzones, in de verschillende dimensies, personeel beschikbaar houden, logistiek en organisatorisch klaarstaan om de vaccinatie tot een goed einde te brengen. Scenario's klaarmaken en invullen afhankelijk van de situatie. Stel nu dat half april er een advies zou komen om op te schalen naar fase 1, dan zal dat wel ook een beslissing vergen van de Vlaamse regering, die daaromtrent dan een gemotiveerd advies verwacht van ons agentschap. Ja. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Rudy Overloop van het team Eerste Lijn van ons agentschap Zorg en Gezondheid. Rudy. Ja, goedemiddag. Even een paar woorden uitleg over de personeelsbezetting en de financiering die daarmee gepaard gaat. Dus welke rollen voorzien wij in een volgende fase tot het einde van het jaar? Dat is een deskundige volksgezondheid, een HR-manager en een beleidsmedewerker vaccinatie. Die deskundige volksgezondheid, dat is eigenlijk een samenvoeging van de huidige rollen van de populatie en de programmanager. Dat is u goed genoeg bekend. Dus die persoon bewaart het overzicht binnen de eerste lijnzone, dat is ook het aanspreekpunt, het brugfiguur met lokale besturen, met andere zorgactoren.
En dat is de persoon eigenlijk die een continuïteit moet verzekeren van dat vaccinatiegebeuren binnen de eerste lijn. De HR-manager die was vroeger ingedeeld bij de vaccinatieteams, maar we hebben die nu een plaats gegeven binnen de zorgraad, omdat er toch enige complementariteit is met de andere twee functies hier. En omdat we toch ook een zekere continuïteit hier moeten garanderen op vlak van personeel. Dus daarom hebben we die er ook een plaats gegeven. Dus die gaat de medewerkers recruteren, planningen opmaken en er ook voorzien dat iedereen betaald wordt. De beleidsmedewerker vaccinatie is meer een operationele functie. Die gaat administratief, communicatief en organisatorisch ondersteunen. Er zijn ook een aantal profielen opgemaakt voor de drie functies en die zijn momenteel beschikbaar op de website Laat je vaccineren. Ja. Die drie functies, welke middelen staan daar tegenover? Hoe is dat geconcipieerd? In de waakfase voorzien wij maximaal 1,2 VTE. In fase 1 kan dat opgeschaald worden naar een dubbele, 2,4 VTE. En in fase 2 voorzien wij dus 1 VTE voor elk van die functies. Wil dat nu zeggen dat je in waakfase voor die drie functies en 3 keer 0,4 VTE moet voorzien voor een deskundige, voor een HR-manager en voor een beleidsmedewerker? Nee, dat is niet zo. Je kunt dat concentreren bij één persoon hè, die de drie rollen oppakt. Dat is perfect mogelijk. Je kunt dat spreiden over twee personen, over drie personen. Dus de zorggraden zijn vrij om binnen het toegewezen budget die middelen te verdelen over die beschreven functies. De subsidie is afgestemd op de verloning volgens paritair comité 331. Dat is van toepassing op de zorggraden. 10 jaar anciëniteit telkens. Dus de deskundige volksgezondheid zit op een barema K3. De HR-manager is een licentiaat master en de beleidsmedewerker is een administratief en logistiek personeel klasse 1 dat ervoor voorzien is. Niet onbelangrijk is te noteren dat er staat zo letterlijk in het BVR dat het toegelaten is om externe personeelscapaciteit in te kopen. Dat wil zeggen, als je moet opschalen op korte tijd en je vindt niet onmiddellijk de geschikte profielen en we weten ook dat er krapte is op de arbeidsmarkt, dan kan je dus personeelscapaciteit inkomen. Uw externe capaciteit aantrekken en dus vergoeden op basis van een factuur. Dat is dus best mogelijk. Wij voorzien ook een operationeel forfait van 15% op de werkelijke personeelskost. Dus dat is een forfaitair bedrag. En op zich ga je die kosten niet moeten aantonen. Op basis van je personeelskost kan je daar dus 15% op inbrengen. Ja, de volgende diagraaf. Wat voorzien wij nog binnen die zorgraad? Dat is een medisch expert en een farmaceutisch expert. Dat is ook wel niks nieuws. De medisch expert die gaat ondersteuning bieden wat betreft de medische aspecten binnen die vaccinatiestrategie. Die gaat het vaccinatieproces opvolgen. En die is uiteindelijk ook het aanspreekpunt binnen de eerste lijnzone. De farmaceutisch expert gaat erop toekijken dat de optrekkers, dat die allemaal voldoende opgeleid zijn om hun job te doen. Dat is eigenlijk de eindverantwoordelijke voor de logistieke werking van een vaccinatiecentrum en de koude keten enzovoort. En dus dat is het aanspreekpunt voor de farmaceutische kwesties binnen uw eerste lijnzone en voor uw vaccinatie. De tarieven die van toepassing zijn voor de medische expert en voor de farmaceutische expert, dat zijn de receptarieven, die gelden voor de test- en triagecentrum, dat is 30,34 euro per uur. En wij voorzien in het besluit van de Vlaamse regering, voorzien wij een inzet van maximaal 8 uur per week op jaarbasis. Dus van 1 mei tot 31 december. Dus er zullen periodes zijn dat er minder dan 8 uur gepresteerd gaat worden. Er zullen periodes zijn dat er meer dan 8 uur gepresteerd gaat worden. Maar dus over die hele periode
denken wij dat met 8 uur per week dat een goede basis is. De eerste lijnzones van Gent en Antwerpen Centrum die krijgen een dubbele subsidie omdat zij meer dan 250.000 inwoners stellen. En in het Brussels of Stedelijk Gewest gaan we ervoor zorgen dat er middelen voorzien zijn voor een deskundige volksgezondheid en personeel om in de Vlaamse zorgvoorzieningen 8 uur per week te vaccineren. Ja, dank u. Dus de subsidies die voorzien zijn voor die diverse profielen, die hebben we daar eens opgelijst. Hè. Dat zie je allemaal staan. We gaan voorschotten uitkeren. En die voorschotten, dat is 90% van de subsidie voor die personeelskosten voor de volledige periode in de waakfase. Subsidies worden toegekend aan de zorgraden. Als er opgeschaald wordt, dan gaan wij een bijkomend voorschot voorzien voor de looptijd van die fase. Dus je ziet hier alle bedragen opgelijst. Als je dat daar optelt, dan kom je dus aan een personeelssubsidie van 13.341 euro per maand. Als je dat maal 8 doet en je berekent daar 90% op, dan kom je op 96.000 euro. En dat is het bedrag van het voorschot dat toegekend wordt. Dus, en wij, normaal gezien, zal dat voorschot in de eerste helft van de maand mei op uw rekening staan. Ja. Voor de vaccinatieteams, daar is het ofwel aan de zorgraden ofwel aan de tenvoerende organisaties om organisatorische en financiële aspecten te regelen. Dus de zorgraden kunnen dat zelf oppakken of ze kunnen een tenvoerende organisatie zoeken. Dus vanaf 1 mei starten we eigenlijk met een nieuwe regeling. En dan drukken we dus op de resetknop. Dus de huidige financiering loopt dan af. En we beginnen met een nieuwe financiering. Dus dat wil zeggen dat je ook kan overleggen met je tenvoerende organisatie van gaan we op dezelfde manier blijven werken? Pak de zorgraad dat op? Is er een andere penvoerende organisatie die dat wil oppakken? Dus dat gaan we even moeten bekijken. Ik kom daar zelfs nog op terug. Dus de opdracht is te zorgen voor een optimale bestaffing van die vaccinatielijnen. En deze subsidies die zijn gebaseerd op per toegediend vaccin. Dus zowel voor personeelskosten als voor overheid, als voor verbruiksmaterialen. Gaan wij een subsidie toekennen per toegediend vaccin, een maximale subsidie voorzien per toegediend vaccin. We willen hier ook wel even aanstippen dat de vaccins die gegeven worden buiten de opdracht van de vaccinatiecentra, door zorgactoren van de eerste lijn, die vallen onder de klassieke prestatiefinanciering en die vallen buiten de scope van deze subsidieregeling. Ja. Dus even cijferen. We voorzien voor de personeelskost gaan we uit van 25 prikken per uur. We voorzien een subsidie voor 3 verpleegkundigen. Eentje die de anamnese doet, iemand die vaccineert en iemand die de vaccins optrekt. Dus 47,25 euro per uur, dat is ook een resieftarief. 25 prikken per uur, dat wil zeggen, dat is eigenlijk een subsidie van 1,89 euro per prik. Dat is maal 3 voor de 3 verpleegkundigen. Voor de medisch en farmaceutisch expert is er een subsidie voorzien van 3,21 euro per prik. Let wel, hier moet je mee rekening houden dat het aantal experten in fase 1 en fase 2 maximaal met factor 4 kan vermenigvuldigd worden ten opzichte van de waakfase. De reden is eenvoudig. Als je in een waakfase 1 vaccinatielijn hebt, dan heb je daar 1 medisch expert voor nodig. Maar als je bijvoorbeeld 7 vaccinatielijnen hebt, dan ga je daar geen 7 medisch experten op zetten. Dus in het besluit is voorzien dat je in fase 1 en fase 2 maximaal het aantal medische experten en het aantal farmaceutische experten met 4 kan vermenigvuldigen ten opzichte van de waakfase.
Ook hiervoor zien we een kleine overheidssubsidie van 5%. Er is een tegemoetkoming voorzien voor verbruiksmaterialen van 0,03 euro per toegediend vaccin. Als je dat allemaal optelt, dan kom je dus aan een maximale subsidie van 12,73 euro per prik. In het besluit van de Vlaamse regering is voorzien dat we in 2022 de volledige Vlaamse bevolking vaccineren. Dat wil dus zeggen, we gaan uit van 5,8 miljoen toe te dienen vaccins in 2022. Dus daarvoor zijn in dit besluit de middelen voorzien. Ja. Voor die vaccinatieteams gaan wij ook werken met voorschotten. Dus als wij in de waakfase uitgaan van 25.000 prikken per week, dan wil dat eigenlijk zeggen 25.000 prikken per week, dus voor de hele Vlaamse bevolking, dat komt dus neer op 0,0037 prikken per inwoner per week. De voorschotten, het eerste voorschot is daarop gebaseerd. En we gaan een voorschot geven van voor 13 weken, dus voor een eerste kwartaal. Dus een kleine rekeningoefening, als in je eerste lijnzone 100.000 inwoners wonen, dat wil zeggen dat je dan in de waakfase 370 prikken geeft per week. Dat zijn 4.800 prikken voor dat kwartaal. En dan ga je dus een voorschot ontvangen van 61.231 euro. We gaan per kwartaal vragen om een kostenstaat in te dienen. En de nieuwe voorschotten zullen dus toegekend worden in functie van het aantal gezette prikken, in functie van de beschikbare middelen en ook in functie van een opschaling. Als we opschalen naar fase 1 of fase 2, dan gaan die voorschotten ook aangepast worden en verhoogd worden. Die maximale variabele subsidie, die staat momenteel nog niet in het, gepubliceerd in het subsidiebesluit. Die gaan we toevoegen aan het subsidiebesluit nadat alle ten voerende organisaties bekend zijn. Ja, dus om af te sluiten. Dus op 1 mei is er eigenlijk een nieuwe start. Dus wat je ons moet laten weten, uiterlijk 25 april, is of je nog werkt met dezelfde ten voerende organisatie. Of wordt het een andere penvoerende organisatie, of gaat de zorgraad het zelf allemaal organiseren. Dus we laten die mogelijkheid open om die organisatie te herbekijken en dat op een andere manier te doen dan nu, tot op het einde van het jaar. Het kan ook op dezelfde manier georganiseerd worden, dat maakt niet uit, maar de mogelijkheid is om dat anders te gaan organiseren. De huidige subsidieregeling die loopt af op 30 april. De nieuwe regelgeving begint op 1 mei. Dat wil zeggen dat we ook de afrekening gaan vragen van de huidige subsidieperiode. Die is eigenlijk begonnen in 1 februari vorig jaar. Die loopt af op 30 april van dit jaar. En we gaan dus vragen om de verantwoordingsstukken in te dienen. Zodanig dat we kunnen overgaan tot de berekening van de saldo's. We zijn momenteel aan het overleggen met de collega's van de financiële cel welke verantwoordingsstukken we zullen opvragen. Dus toch nog eens aanstippen, soms is daar wel wat onduidelijkheid over. Zowel het huidige lopende besluit als het nieuwe besluit, de budgetten die daarin voorzien worden, zijn de maximale budgetten en wij voorzien daar ook een berekeningswijze per prik of een loonsubsidie. Maar de afrekening gebeurt op basis van de gemaakte en de goedgekeurde uitgaven. Als wij subsidies aangeven per prik, dan is dat voor u een richtlijn. Maar je gaat niet automatisch dat bedrag per prik krijgen. De uitgaven die dat je gemaakt hebt, die gaan we financieren op het einde van de rit. Dan denk ik dat het nu een Johan uitleg geeft over de IT-ondersteuning. Ja.
Dank u wel. Inderdaad, een woordje uitleg over de IT-ondersteuning. U hebt het horen zeggen, het gaat over 5,8 miljoen mensen. Dat genereert heel wat data natuurlijk. Dus in die zin, eventjes het overzicht. Eigenlijk de baseline bij het hele IT-gebeuren is, de continuïteit wordt zo goed mogelijk bewaard. Alle IT-systemen die er eigenlijk tot op heden eigenlijk hebben toegeleid dat er zo gevaccineerd kon worden, die blijven bestaan. Ik ga er geen IT-les van maken, gewoon een aantal verschillende systemen toch duiden. Er komt heel veel bij kijken. Eerst en vooral hebben we de VCDB, de Vaccinations Code Database. Dat is eigenlijk de database waar alle persoonsgegevens in zitten. Hij wordt gebruikt op Vlaams niveau, wordt ook in Wallonië, Brussel en Oost-België gebruikt. Voor Vlaanderen gaat het inderdaad over een 6 miljoen tal mensen. Dokler, dat is ook bij veel burgers natuurlijk wel bekend. Dat is het uitnodigings- en planningssysteem dat natuurlijk ook connecteert met de VCDB om alle persoonsgegevens op te halen van mensen die uitgenodigd worden en dergelijke meer. Natuurlijk, de vaccinatiecentra zelf, die hebben natuurlijk een stok van hun vaccins en proberen natuurlijk goed op te volgen hoeveel vaccins ze bij elkaar hebben, van welke types, hoe lang ze houdbaar blijven en dergelijke meer. Dat is het voorraadbeheersysteem. Registratie van vaccins gebeurt in Vaccinet. Dat is al dat was al een bestaand systeem. Er worden ook andere vaccins in geregistreerd, door elke huisarts met de nodige software ook toegankelijk. Kunnen ze op die manier ook van hun patiënten zien welke vaccins ze reeds gehad hebben. Natuurlijk ook weer terugkoppeling naar Dokler en dergelijke meer. Dan achteraf is er eigenlijk een heel aantal dashboards voor planning binnen de vaccinatiecentra en ook om aan populatiemanagement te kunnen doen. Dat zit eigenlijk allemaal samen in een geheel dat we de zorgatlas noemen. En dan QVAX, dat is een tool die momenteel niet in gebruik is. Die is voornamelijk van toepassing in fase 1 en fase 2 zou die terug opgeschakeld kunnen worden. Dat is eigenlijk om als er heel veel gevaccineerd wordt, heel grote aantallen, en er vallen hier en daar openingen, dat die eigenlijk op een snelle manier ingevuld kunnen worden met mensen die aangeven op welke manier ze snel bij het vaccinatiecentrum kunnen geraken, om eigenlijk te zorgen dat inderdaad zo weinig mogelijk dode momenten zijn, dat er zo snel mogelijk aan elkaar gevaccineerd kan worden. Dus eigenlijk, of het nu wakfase is, fase 1, fase 2, alle systemen blijven overeind. Dus dat is eigenlijk om ook inderdaad de continuïteit te kunnen bewaren. Het enige dat er wel is natuurlijk, de QVAX is sowieso niet in fase 0 aanwezig. Maar als het noodzakelijk is, kan het wel terug ingeschakeld worden. Voilà, in de volgende dia zien we dan, er is één nieuwigheid en dat gaat dan enkel over de waakfase. Dat is het zogenaamde vaccineren buiten het vaccinatiecentrum. Mijn collega Ridu heeft ook gezegd, opgelet, daar is het natuurlijk qua financiering, zit het daar een beetje anders in elkaar. Nu, als we gaan kijken naar wat brengt dat mee op het IT-vlak, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke vragen daarbij. Hoe kunnen burgers eigenlijk weten waar ze die vaccinatoren buiten het vaccinatiecentrum kunnen vinden? Die moeten daar de nodige info toe krijgen. En de vaccinatoren, hoe krijgen zij hun vaccins? Omdat dat is tot nu toe niet in het reguliere circuit, zoals met andere vaccins is. Dus dat zijn eigenlijk twee noden die er waren, die op een bepaalde IT-manier opgelost moeten worden. Nu, wat er eigenlijk zal gebeuren, is de website van de eerste lijnzone of van het vaccinatiecentrum wordt eigenlijk belangrijk om eigenlijk daar alle antwoorden van op mogelijke vragen van burgers een antwoord te kunnen op formuleren. Daar kan ook bekendgemaakt worden of er in de eerste lijnzone of in de omgeving andere vaccinatoren zijn die COVID-19 vaccins kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk het punt waar burgers terecht kunnen om te zien of er buiten het vaccinatiecentrum nog andere mogelijkheden zijn om gevaccineerd te worden. Natuurlijk ook om een antwoord te bieden op die tweede vraag, de vaccinatoren, hoe kunnen zij vaccins bestellen en krijgen? Wel, er is een bestelmodule in opmaak of in aanmaak. Dat zal gekoppeld worden aan het voorraadbeheersysteem, om eigenlijk het makkelijk mogelijk te maken
om vaccinaties of vaccins te bestellen. En anderzijds zodanig dat het stokbeheer bij de vaccinatiecentra goed blijft, dat als de vaccins opgehaald worden door de vaccinator, dat die eigenlijk onmiddellijk afgeboekt worden op het voorraadbeheersysteem. En dat wordt een beetje overzichtelijk gemaakt in de volgende dia. Dus hier zien we de uitnodigingsflow. Bovenaan zie je eigenlijk een balk in stippe lijn. Dat is eigenlijk de normale uitnodigingsflow die het voorbije jaar heeft plaatsgevonden en de rest van het jaar ook nog zal blijven lopen. Dus je krijgt een uitnodigingsbrief. Dat kan een fysieke brief zijn, sowieso. Per mail, e-box. Via de vaccinatiecode kan je naar de Doppler agenda gaan. Kan je uw afspraak bevestigen, van plaats veranderen, annuleren, dergelijke meer. Als je bevestigd hebt, ga je naar het vaccinatiecentrum. Daar word je gevaccineerd. Nu, zoals ook al eerder gezegd, kan er ook manueel ingeboekt worden op de Doppler agenda via populatiemanagement of andere eerste lijnsactoren. Dat blijft allemaal bestaan. Dus hetgeen dat eronder staat, dat is iets optioneel. Dat moet binnen de eerste lijnszone zelf bekeken worden. Je ziet daar die pijl naar dat computertje. Dat staat ervoor van kijk op de website. Kunnen andere mogelijkheden geduid worden? Ook wanneer het vaccinatiecentrum open is, dergelijke meer. Dus daar kan allerlei info voor de burger terechtkomen. En dan kunnen inderdaad mensen naar een vaccinator buiten het vaccinatiecentrum gaan. En dan zie je daar die dubbele gele pijl. Waarbij eigenlijk, dat vertegenwoordigt die bestelmodule. Dus de vaccinatoren kunnen eigenlijk op basis van hun RISIF-nummer vaccins bestellen in het vaccinatiecentrum, kunnen die dan gaan halen en op die manier worden die eigenlijk of komen die dan bij de vaccinator. Voilà, dus dat is eigenlijk een beetje in beeld gebracht. En dan op de volgende dia misschien nog even duiden. April is sowieso een overgangsfase. En we beseffen dat er veel misschien op en af geschaald zal moeten worden. Zeer belangrijk daarbij is eigenlijk de SharePoint, waartoe heel veel mensen binnen de eerste lijnzone toegang hebben, SharePoint vaccinatiecentra. We vragen eigenlijk met aandrang om alles netjes up-to-date te houden. De personeelsgegevens, de URL van de eerste lijnzone, naamgeving van vaccinatiecentra. Ook wat betreft leveringsadressen. Er is er straks gesproken over Medista. Die leveren vaccins. Als dat leveringsadres verkeerd staat, staan ze met vaccins op een verkeerd adres. Zo'n dingen willen we natuurlijk vermijden. Hetzelfde voor Doppler. Dat de adressen van de vaccinatiecentra er goed blijven instaan. Postcodes van de gemeenten die bediend worden. Naamgeving, vaccinatiecentra en dergelijke meer. Dus om al die informatiestromen vlot te laten verlopen tussen die verschillende IT-systemen, is het belangrijk dat dat overal eigenlijk goed staat, om eigenlijk ook de juiste cijfers te kunnen genereren en zo weinig mogelijk fouten te maken. Dan wou ik ook nog eventjes, toch niet onbelangrijk, er stond daar ook nog eventjes in de vorige slide bij, onderaan, ja, dank u, dat er ook een draaiboek fusies en verhuizen is. Als je naar een andere locatie gaat, neem alsjeblieft eerst dat draaiboek even door. Om ervoor te zorgen dat er inderdaad zo weinig mogelijk fouten gebeuren. Want weet ineens, een foute uitnodiging voor 1000 mensen, dat genereert zeer veel problemen. Dus probeer die eigenlijk te vermijden. Als er vragen zijn, één adres, vaccinatiecentra@vlaanderen.be. En dan zijn er inderdaad nog twee slides wat betreft operationele ondersteuning. Dus een eerste, er is een team van regiocoördinatoren, het TOVAX-team. Dat is bereikbaar via vaccinatiecentra@vlaanderen.be. Welke vragen er ook zijn, via dat kanaal kunnen we eigenlijk zo snel mogelijk proberen om oplossingen aan te bieden. Nu, er is sowieso ook al heel veel opleidingsmateriaal aanwezig op de website laatjevaccineren.be en via de reeds aangehaalde SharePoint vaccinatiecentra. Wat betreft vaccinet staat er op laat je vaccineren zeer veel uitleg, videofilmpjes ook voor Doppler, ook voor het voorraadbeheersysteem. Verder zijn er nog een aantal teams overleggen die tot op heden ook hebben plaatsgevonden en nog altijd verder zullen plaatsvinden. Eerst en vooral zijn er de provinciale overleggen, de regio overleggen. Het is de bedoeling dat die in de waakfase voornamelijk georganiseerd worden bij beslissingen van IMC of de Hoge Gezondheidsraad.
In fase 1 zal dat opgeschroefd worden tot 2 wekelijks. In fase 2 denken we dat wel wekelijks te doen, omdat het dan natuurlijk snel over grote volumes gaat. Wat betreft het IT-overleg, in de volksmond Q&A ICT, tot nu toe vond dat plaats op woensdag 12 uur. Daar zullen afhankelijk van bijkomende IT-ontwikkelingen, als er nieuwigheden zijn, wordt dat eigenlijk daar geduid. Daar zijn ook is plaats voor vragen, om eigenlijk ook op die manier eigenlijk vragen van vaccinatiecentra te capteren. En eventueel moest het zo zijn dat er een groot verloop is van personeel nu, kunnen er eventueel ook opfrissingscursussen georganiseerd worden voor de bestaande systemen. En dan zijn er nog uitwisselsessies van Vivel, Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, voor ondersteuning van nieuw personeel. Ook op basis van of afhankelijk van beslissingen van IMC en Hoge Gezondheidsraad of op vraag van de Eerste Lijnzone. En dan rest er mij nog één slide waar nog iets bij staat over de duurzame gebruiksmiddelen. Er zijn al een aantal vragen geweest vanuit vaccinatiecentra. Wat moeten we met onze thermometers, loggers, koelkasten, koelboxen, dispensers enzovoort doen als we in waakfase gaan en onze infrastructuur een beetje teruggeschroefd wordt? Wel, het is de bedoeling dat die bewaard worden en onderhouden binnen de eerste lijnzone, dus dat jullie daar plaatselijk een oplossing voor vinden. Een soort van opslagpunt, distributiepunt van het vaccinatiecentrum. Het is wel de bedoeling dat ze inderdaad droog en veilig bewaard worden, zodanig dat bij opschaling dan meteen alles ter beschikking is. Misschien nog een kleine tip. Het is misschien nuttig om een lijst op te maken van al uw zaken en eventueel te noteren waar al die materialen zich bevinden. Voilà. En dan brengt mij dit, denk ik, naadloos bij het volgende gedeelte dat Bart van Doren u volledig zal uitleggen. Goedemiddag allemaal. De bedoeling is dat ik jullie eventjes wegwijs maak in de nieuwe subsidieregeling voor het infrastructuurluik. Het gaat om de subsidie voor de infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra vanaf 1 mei. Die nieuwe regeling geldt vanaf 1 mei tot 1 december en is vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering van 25 maart. Dat is gealigneerd op het op- en afschalingsplan dat mijn collega's voor mij al hebben uitgelegd. En we hebben onze financiering daar eigenlijk aan aangepast. Financiering die bestaat uit twee luiken. Enerzijds de basisvergoeding en anderzijds een specifieke subsidie voor verhuisoperaties. Ik ga elk apart eventjes ingaan om te beginnen op die basisvergoeding. Als ik de volgende slide mag alsjeblieft. Basisvergoeding die dus gericht is op het vergoeden van de infrastructuur en de uitbating van het vaccinatiecentrum. Eigenlijk volgen we dezelfde principes als in de eerdere regelingen. Met dat verschil dat er nu ook de kosten voor de opslag en verdeling van de vaccins meegenomen zijn in de berekening van het forfait. Dezelfde principes als de eerste regelingen, dat wil zeggen dat we uitbetalen aan de penhoudende gemeente a rato van het inwonersaantal dat bediend wordt door het vaccinatiecentrum. Die uitbetaling zal uiterlijk op 30 april 2023 gebeuren. Voorlopig is enkel de waakfase bepaald in dat besluit van de Vlaamse regering, dus de fase 0, en wordt er gewerkt met een forfaitair bedrag van 0,19 euro per inwoner per maand. Maar zodra de Vlaamse regering zou beslissen dat er een opschaling moet gebeuren in dat opschalingsplan, zoals net is uiteengezet, en we zouden gaan naar fase 1 of fase 2, dan zal de Vlaamse regering op dat moment ook het budgettaire kader dat dan van toepassing is gaan vaststellen. En uiteraard gaan we in dat geval ook kijken of we geen voorschot moeten uitbetalen, aangezien de bedragen dan ook meteen een stuk hoger zullen oplopen. Dat is wat betreft de basisvergoeding. Daarnaast is in het besluit ook een verhuisvergoeding opgenomen. Het op- en afschalingsplan impliceert een mogelijkheid dat er verhuizen nodig zijn, dat het vaccinatiecentrum van plaats verandert. In dat geval is er een forfaitaire verhuisvergoeding van 15.000 euro.
die ook al beperkt is tot maximaal 5% van de basisvergoeding. En maar één keer per vaccinatiecentrum kan worden toegekend. Het is niet de bedoeling dat er een verdienmodel wordt ontwikkeld met het permanent verhuizen van vaccinatiecentra uiteraard. Ook die verhuisvergoeding zouden wij uitbetalen op 30 april 2023. Welke rapportering moet daarvoor gebeuren? Wel, net als in het verleden zijn die financieringen forfaits. Die zijn definitief verworven. Dat wil zeggen, we gaan daar niet naar een afrekening gaan en we gaan daar geen terugvordering doen van te veel betaalde bedragen. Maar het is wel erg belangrijk, en daar wil ik toch wel eventjes op aandringen, dat via de jaarrekeningen de penhoudende gemeente wel rapporteert over de effectieve uitgaven die gebeurd zijn en dat ze daarvoor gebruik maken van die code ABBVC-PEN. Waarom is dat belangrijk? Wel, die bedragen nu worden forfaitair toegekend. Maar als we in een volgende fase nieuwe forfaits moeten betalen, dan wordt er uiteraard wel gekeken naar de effectieve uitgaven die gerapporteerd zijn door de verschillende gemeenten. En als een penhoudende gemeente dan vergeet om een deel van de uitgaven te rapporteren, dan gaat dat wel leiden tot een lagere aanpassing van die forfaitaire bedragen potentieel in de toekomst, wat dan misschien ten onrechte zou kunnen zijn. Wat ook wel belangrijk is en wat nieuw is ten opzichte van het verleden, we vragen nu wel een rapportage over de verhuisbewegingen op uiterlijk 31 januari 2023 via ons digitaal loket, zodat wij op een correcte manier die forfaitaire vergoeding voor die verhuisbewegingen ook kunnen gaan toepassen. En dat was denk ik alles wat ik jullie wilde vertellen. Ja, goedemiddag. Er zijn heel wat vragen gesteld in de chat. De meeste vragen zijn beantwoord en waren redelijk detailistisch. Dus ik ga de voornaamste eruit halen en voorleggen aan de mensen die hier rond tafel zitten. Een belangrijke vraag denk ik voor de vaccinatiecentra. Krijgen de vaccinatiecentra voldoende tijd om op te schalen? Nihanne, is dat iets waar jij iets kunt over zeggen? Ja, ik wil daar gerust op antwoorden. Ja. Ik denk sowieso dat we daar realistisch in gaan zijn. Dat het niet zo evident is om zomaar van fases te veranderen. Ik denk dat het belangrijk is om de fases zo goed mogelijk klaar te hebben. We weten niet wat er ons te wachten zal staan. Maar ja, een beetje ook afhankelijk van het infrastructuurluik. Ja, we moeten zien wat dat de mogelijkheden zijn. Alles is epidemiologisch afhankelijk natuurlijk. Dus ik denk dat er staat in BVR 2 à 3 weken. Als die pistes klaar liggen, denk dat dat het belangrijkste is. En dan zien we wel, als er problemen nog zijn, altijd contact opnieuw met vaccinatiecentra@vlaanderen.be. Dan kijken we ook of dat we eventueel kunnen bijspringen. Dank u wel, Nanne. Misschien nog een vraag voor u. Iemand in de chat die zegt, we zouden graag inkantelen in de eerste lijn. Vaccinatie door huisartsen of afhandeling en bereiding bij apotheek. Kan dat? Mag dat? Tijdens de waakfase zeker. Ik denk dat dat goed moet afgestemd worden binnen de eerste lijnzone om toch een zekere efficiëntie te halen. Maar zeker ook met die bestelmodule moet het mogelijk zijn voor alle vaccinatoren om vaccins te bestellen bij het vaccinatiecentrum. Zijn dat er één, zijn dat er twee? Dat is zeker mogelijk. Zijn er ook wel wat vragen gesteld rond de financiering? Rudy, misschien dat we over kunnen gaan naar u dan voor de antwoorden daarop. Een aantal vragen rond het verantwoorden van de kosten. Bijvoorbeeld, kosten moeten niet aangetoond worden voor personeel. Kan dat iets meer verduidelijkt worden? Ja, de overheidskosten, en dat zijn forfaitaire bedragen, die moeten op zich niet aangetoond worden. Dus je gaat niet iedere euro moeten verantwoorden. Hè, want in het verleden
Zijn er nogal wel vragen geweest als wij een geschenk willen geven aan vrijwilligers of een vergoeding voor dit of voor dat. Dus dat kan je nu allemaal vergoeden onder die noemer van dat forfait van die overheid. Op zich moet je dat niet aantonen. Maar uiteindelijk, als er een personeel ingezet wordt, ja, dan gaan we dat natuurlijk wel op het einde van de rit wel vragen dat je dat op een of andere manier kan aantonen hoe dat je die personeelsleden vergoed hebt. Ja, er zijn nog wel wat vragen rond financiering, maar ik denk dat we die best via onze andere kanalen, er is al verwezen naar het overleg, er zijn ook de nieuwsbrieven en dergelijke. Ik denk dat de andere vragen rond financiering via die weg verder kunnen opgenomen worden, Rudy. Misschien nog één vraagje aan Hanne. Een vraag van de apothekers. Kunnen apothekers ook vaccins bestellen en toedienen of zijn dat enkel de artsen? We gaan daar verder op ingaan ook tijdens een IT-overleg volgende week om daar zowel wat specificiteit mee te delen over die bestelmodule. Die bestelmodule zal werken op een RISIF-nummer en dat is zowel bij artsen als apothekers, waarschijnlijk ook verpleegkundigen die eventueel gaan kunnen bestellen via die module. Maar ik denk dat we daar dan meer informatie ook over kunnen geven, maar dat is zeker een mogelijkheid. Ja, ik denk dat we... Dank u, Anne. Ik denk dat we de voornaamste vragen wel gehad hebben. De andere vragen die nog openstaan, zullen we via onze geëikte kanalen beantwoorden. Ik denk dat ik alle sprekers hier vandaag mag bedanken. Wij hebben dit webinar opgenomen. We zullen dat ook ter beschikking stellen. Het filmpje in het begin van minister Somers is een beetje in de soep gedraaid. Dus we gaan ook de filmpjes ter beschikking stellen op de website. En ik heb begrepen dat we nog eventjes naar het filmpje van minister Somers opnieuw zullen kijken. Ik wil jullie allemaal namens iedereen hier rond de tafel die gesproken heeft ook bedanken voor jullie aanwezigheid. En we hopen jullie binnenkort nog terug te zien in een of ander overleg. Tot later. Dag. En dan gaan we nu naar het filmpje. Goeiedag, ik hoor het jullie al denken, daar zijn ze weer. Maar het is nu eenmaal zo dat wij lokale besturen nodig hebben en hoe langer hoe meer voor de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. We zitten volop in de Oekraïne-crisis, maar we mogen de coronacrisis ook niet vergeten. En daar hebben jullie schitterend werk geleverd. Jullie hebben op een mum van tijd de vaccinatiecentra uit de grond gestampt. En als mensen over iets tevreden waren, dan was het wel over de manier waarop die vaccinatiecentra georganiseerd waren. 98% van de Vlaming was tevreden over de manier waarop ze daar ontvangen en geholpen werden. Wel, we weten niet wat de toekomst brengt en hopelijk blijven we in een situatie zoals vandaag, hoewel de cijfers stijgen. Maar we gaan de volgende maanden toch minstens op waakvlam een infrastructuur moeten in stand houden die ons toelaat wanneer het nodig is echt op te schalen. En ook daar hebben we jullie weer voor nodig. En daarom deze webinar, waar we jullie uitleggen hoe we denken dat dat kan gebeuren en wat wij vanuit Vlaanderen daarvoor ter beschikking stellen. Ik wil jullie echt danken voor alle inspanningen die jullie doen. Ik besef als titelvoerend burgemeester heel goed hoe zwaar de periode geweest is, hoe hard jullie vandaag werken en hoeveel we vragen. Dat is de enige manier om in Vlaanderen, dat ik zeg, onze mensen te beschermen en mensen vooruit helpen. Dat is uitdrukkelijk beroep te doen op de daadkracht en het voluntarisme en de goede wil van onze 300 lokale besturen.